Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Het woord kwetsbaarheid, die komt best wel regelmatig naar voren in coachgesprekken die ik heb. Of in de mailtjes die we ontvangen van mensen die een online programma doen bijvoorbeeld. En vaak in de context dat mensen bang zijn om zich kwetsbaar op te stellen. Of om kwetsbaar te zijn of zich kwetsbaar te voelen. En dit is een korte podcast, maar als je mij al een tijdje volgt, dan weet je dat ik qua coaching heel erg in mijn podcast ook heel erg werk met woorden, met taal. Omdat taal alles kan veranderen. En woorden ook. En door daar een beetje mee te spelen, dan zet je je brein vaak open voor heel andere associaties of andere mogelijkheden en inzichten. En dat is net met het woord kwetsbaarheid. Ik heb die zelf ooit jaren geleden vertaald naar, naar eerst de vraag van wat is dat dan eigenlijk precies? En toen dacht ik, ja, kwetsbaarheid is ook gewoon echtheid. En die klinkt ook wat minder breekbaar, want kwetsbaar, daar zit een suggestie in van te kwetsen. Hè? Te kwetsen, dat is al niet voor de meeste mensen heel fijn, maar ook kwetsbaar in de zin dat het breekbaar is. En door dat ook tegen jezelf te vertellen, om het zo te zeggen, gaat het brein vaak ook niet alles op alles zetten, maar wel heel veel om te voorkomen dat je breekt of gekwetst wordt. Terwijl heel veel mensen wel het verlangen hebben om zich wat kwetsbaarder op te stellen. En ook als het gaat om leiderschapcoaching, dan is dat ook vaak het thema om bijvoorbeeld. Ik klink nu wel even heel erg vanuit de containerbegrippen. Als ik zeg van meer verbinding te hebben, bijvoorbeeld met de mensen. Bijvoorbeeld waar ze aan leiding geven. Of nou ja, dat zullen we maar zeggen. Maar ook daarvoor geldt van ja, je kwetsbaar opstellen. En zeker vaak voor mensen in de context van leiderschap. Dat is heel vaak gewoon spannend. Maar door dus te spelen met die woorden. Door dus te zeggen, ja, maar kwetsbaarheid is bijvoorbeeld echtheid. Dat is anders. En dan heb je nog een ander containerbegrip, authenticiteit. Hè? Dat is ook wel, hoe zeggen ze dat? Dan kom ik nog met een containerbegrip congruent en eigenheid en jezelf zijn. En ik merkte dat, als je me ook een tijdje volgt, ik heb nog niet alle podcasts daarover geplaatst, ook nog niet alle hoofdstukken van het soort van luisterboek over het proces waarin ik zit, zullen we zeggen, wat ik met je deel. Maar heb je misschien wel meegekregen dat de afgelopen maanden best wel even een pittige periode was, waarbij allebei mijn ouders ziek zijn waren en mijn moeder 9 weken in het ziekenhuis met momenten. Aardig wat momenten waarop het kantje boord was en over kwetsbaarheid gesproken. En ik merk dat nu het allemaal wat in rustige vaarwater is. En heel veel mensen zeggen ook, ja, je moet het verwerken. En dat vind ik altijd zo'n, dat klinkt als, je moet het verwerken. Zo van, daar moet je even voor gaan zitten of zo. Ik denk dat een verwerkingsproces kan ook tijdens zo'n proces zijn. En natuurlijk was het bijvoorbeeld wel zo dat we heel erg in de regelmodus ook zaten. Er moest heel veel geregeld, veel gesprekken, heel veel heen en weer naar het ziekenhuis. En dan kom je ook vaak een beetje in de modus waarop je dingen regelt en tackelt en organiseert. Waarbij ik heel veel tijd heb gecreëerd ook. Ik kreeg op de een of andere manier ook tijd. Zo gaat dat altijd, vind ik. Toeval bestaat niet. Om ook gewoon te zorgen dat ik goed voor mezelf bleef zorgen. En ja, dat eigenlijk. En gewoon een goed energieniveau bleef houden. Maar goed, nu merk ik, nu het wat in rustige vaarwater zit. Je hoort elke keer mijn stoel. Ik ben niet echt het type dat heel makkelijk stil zit. Behalve in sessies. Daar heb ik mezelf in getraind. Want normaal gesproken wip ik met mijn voet en met mijn benen. En dan zit ik weet niet hoe vaak op een andere positie. Maar dat is voor iemand in een sessie niet heel erg rustgevend. Dus ik heb mezelf getraind. Omdat gewoon heel. Eigenlijk is het gewoon, dan zet ik mijn rustige en kalme kant ook aan. Dat klinkt een beetje gek. Maar met podcast opnemen, dan wil dat niet altijd. Dus je hoort van allerlei gekraak en gepiep. Wat ik zei, van rustige vaarwater. En natuurlijk doet zo'n periode wat met je, want het gaat over leven en dood. En
Ja, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar bij mij is dat wel zo'n periode waarin je nog meer bewust wordt van je sterfelijkheid en van de mensen om je heen. En als we het hebben over de kwetsbaarheid van het leven, hè, het is niet een garantie. En dat je lang leeft en gezond bent. En ja, dat soort dingen, dat maakt me nog bewuster dan dat ik al ben. En dat resulteerde erin dat toen we dus in een rustig vaarwater kwamen, dat is dus nu eigenlijk al Eva. Ja, dat ik af en toe merkte dat bijvoorbeeld tussen de sessies door, of als ik even buiten ging zitten. Dus als ik even niet mentaal bezig was, of als ik even de ramen ging was. Ik werk heel veel met persoonlijke waarden, ook die van mezelf. En ook om ervoor te zorgen dat ik zo goed mogelijk functioneer en me zo gelukkig mogelijk voel, gaat het erom dat je een soort van balans hebt. Dat is ook wel weer zo'n jeukwoord. Maar wel, ik heb mijn dagen en mijn bedrijf zo ingericht dat als ik aan het coachen ben, dan ben ik daar volledig met mijn aandacht. Maar ik moet zelf ook behoorlijk denken. En dat wissel ik af met tussen de sessies door dat ik dingen met mijn handen doe. Of even rustig ga lunchen. Of even een keertje wat ramen mee pak. Bewust dingen met mijn handen. Om mijn brein te laten fladderen. Om mijn brein even rust te geven. Ook niet met podcasts op de achtergrond of iets dergelijks. Maar echt even, ja, even aarden. Dat kan ook zijn de stoep vegen. Of even opruimen. Nou ja, dat afhankelijk van hoeveel tijd ik er natuurlijk ertussen heb zitten. En op dat soort momenten, dat ik dus niet mentaal bezig ben, of was ben, dacht ik, hé, ik merk aan mezelf dat ik een bepaald gevoel heb, een bepaalde emotie. Dat ik me wat, ja, kwetsbaarder voel. Ik gebruikte dat woord dus wel in het echt, in het begin, dus ik ga zo meteen vertellen hoe ik daarmee speel. Ik had meer moeite om alleen te zijn. En er kwamen wat meer gevoelens van angst, was zelfs zo'n momentje van, ja, paniek misschien zelfs wel. Ja, dat het mij even aangreep, zeg maar. Toen dacht ik, hé, wel interessant, want ik kan heel goed alleen zijn. Toen dacht ik, ja, maar het is heel logisch. Ik ben natuurlijk getriggerd en dat triggert ook kanten in jezelf. En toen dacht ik, ja, kwetsbaarheid betekent echtheid. En echtheid betekent ook dat wat er is. En dat gaat ook over kanten van jezelf. Heel vaak, heel veel mensen noemen het ook wel maskers. Hè? Hebben we maskers op in het dagelijks leven. En echtheid of kwetsbaarheid of authenticiteit gaat ook over comfortabel zijn. In de eerste plaats voor jezelf en met jezelf. Dat er ook andere kanten zijn in jouw persoonlijkheid. Die er zijn en die je misschien het liefst achter in de bus zou houden. Waar niemand ze kan zien. En dat is voor mij ook van, doordat in de eerste plaats voor jezelf even de ruimte te geven. Sommige mensen noemen het dat er te laten zijn. Ja, voor mij is het ook gewoon om die ruimte te geven. Om als zo'n kant zich aandient met emoties en al, dan zijn we vaak geneigd om te vluchten. Of om even op social media te kijken of dingen te doen om het niet te hoeven voelen. Maar door te erkennen dat dat deel van jou zich aandient, dat is echtheid voor mezelf. En dat is ook echtheid bijvoorbeeld in mijn relatie. Vroeger zou ik dat niet hebben laten zien, omdat ik van mezelf vond dat ik gewoon pas klinkt gek, hè, aantrekkelijk was. Dat ik gewoon sterk was en onafhankelijk en mijn eigen boontjes kon doppen en gewoon alleen mijn sterke kanten liet zien. Maar ja, dat is ook niet waarop je een relatie echt tot stand brengt en houdt. Hè? Ik bedoel, verbinding gaat juist over echtheid. En als je het dan zo wil noemen, over kwetsbaarheid. Dus dat ook, de echtheid van dat er ook delen in mij zijn die wel bang zijn. Of bang om verlaten te worden. Of Maar ja, dat. En de intentie van deze podcast was ook om, tenminste altijd mijn intentie, ja, misschien een stukje herkenning en weten dat, god, ja, wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Het ging natuurlijk over echtheid, kwetsbaarheid.
Ik deel ook vaak mijn eigen processen, zullen we maar zeggen, of mijn eigen dingen die ik bij mensen zie. Nou, ik ben van mening, dat is mijn ervaring en ook met de mensen die ik natuurlijk coach. Ja, want er wordt ook wel regelmatig gehuild en mensen zeggen, dat wil ik helemaal niet. Nee, maar het is ook echt. En je geeft wel een deel van jezelf de ruimte om, om even aanwezig te zijn. Om de functie ook uit te oefenen, want dat is het ook. Die emoties die je voelt, hè, de kanten in jou die naar voren komen, die je als negatief zou betitelen, of die je misschien helemaal niet fijn vindt, of die je misschien het gevoel geeft van instabiliteit of zelfwankelheid, want dat had ik af en toe, maar van wankeliger, is dat een woord voelde. Dat is er niet voor niets. En dat maakt, dat is mijn intentie eigenlijk ook om aan te geven, dat het, je emoties zijn er niet voor niets. Ze hebben allemaal een functie. Die kanten van jezelf ook, maar die twee zijn met elkaar verbonden. Dat als je steeds meer leert om het te erkennen en jezelf niet af te gaan leiden. Je hoeft er niet in te zwelgen en erop onderdoor te gaan. Want dan gaat zo'n kant als het ware aan je stuur zitten. Dat is niet de bedoeling, ook niet van voice dialogue, hè, met die kanten in de bus. De bedoeling is niet dat je het aan je stuur laat zitten. De bedoeling is dat je het waarneemt. En dat je het erkent, dat gevoel, die emotie, die kant van jou die dat met zich meebrengt. En dat je er als het ware bewust naar luistert. En dan merkte ik dat die kanten die zich wat banger voelen, of wat kwetsbaarder of instabieler, als het een stem zou hebben, dan zou het me wat willen vertellen. Als je daarnaar leert luisteren, wat wil het je dan vertellen? Nou, in mijn geval, ga nog meer volgens je essentie leven. Dat betekent nog bewuster, nog kritischer bepalen wat belangrijk voor je is en daarnaar handelen. En dat doe ik al heel erg. Maar dit leert me, die kanten die zich aandienen, dat het nog meer mag. Op allerlei fronten. In mijn leven, ik zal zo een praktisch voorbeeld geven. Want volgens je essentie leven is voor iedereen anders. Hè? Het gaat over waarden. Maar betekent vaak ook tijd en ruimte creëren. En dat moet je ergens vandaan halen. Je krijgt niet meer tijd. Het is niet te koop bij bol.com. Ook niet op mijn website. Al kan ik je daar natuurlijk wel in faciliteren om zelf tijd vrij te maken. Maar om lekker in het gras te liggen. Of met familie af te spreken. Kom, we nemen allemaal eten mee. We spreken af in een park. En dan gaan we lekker zitten met z'n allen. Gewoon even lekker samen eten. Rommelige bende, zeg maar. Gewoon gezellig van het weer genieten. Telefoons aan de kant. En een beetje voetballen of gesprekken hebben. Losheid. Wat heel veel mensen vaak zeggen voor de mobiele telefoontijd. Of voor de smartphone-tijd, moet ik eigenlijk zeggen. Dat gaat ook voor mij in ieder geval over de essentie. Maar als je je leven zodanig volgepropt hebt. Dat had ik gelukkig niet meer. Maar wel nog wel ruis erin had zitten. Dingen waarvan je denkt, ja, maar dat moet toch ook anders kunnen. Dat kost toch best wel heel veel tijd. Kun je dat niet anders organiseren? Nou, dat is ook wat die kanten mij lieten zien. En juist door die negatieve emoties te ervaren, wordt het vaak ook urgent. Wordt het vaak ook een drijfveer. Want zonder urgentie of noodzaak of zonder groot verlangen, dan is er vaak niet de urge, zeg maar, om stappen te nemen, om beslissingen te nemen, om aan de slag te gaan. Dat vind ik het coole van voice dialogue, met die kant te werken. Want weet je wat het mega briljante is? Doordat ik, hoe oncomfortabel het ook voelde en hoe kwetsbaar ik me ook voelde en hoe pijnlijk het ook was en hoe niet leuk ik het soms vond, door daar ruimte aan te geven op die momenten, bijvoorbeeld met dat ramen was of het gras maaien, of ik ben iemand die graag in beweging is, dat had je misschien allemaal meegekregen, maar soms ook gewoon om door te zitten en er naar te luisteren, merk je ook dat, dat je het heel goed kunt sturen, dat jij de regisseur bent, dat het heel goed kan, dat je een hartstikke
goede dag hebt met heel mooie gesprekken waar je met je volledige aandacht bij je bent. Waarbij dus niet iets op de achtergrond sluimert. Dat hoeft dan ook niet, omdat die kanten in je bus, om het even zo te zeggen, of je brein weet dat je daar op een ander moment ruimte voor neemt. En door dat te doen zul je ook merken dat je minder veel wakker ligt. Want heel veel mensen liggen wakker, of worden wakker, en liggen dan te piekeren, omdat dat ongeveer het enige moment is waarop die kanten de ruimte voelen, dat je ook echt naar ze luistert, dat er geen afleiding is. Dus het werkt zo briljant, dat je dus als het ware echt die buschauffeur bent, de regisseur, en echt ook aandacht hebt voor de kanten die je misschien helemaal niet zo leuk vindt qua emotie. Ja, negatieve emoties vindt bijna niemand lekker. Maar dat toch doet. En door dat te doen, ja, merk je ook gewoon, het vertrekt ook sneller. Het wordt niet een stemming of je zwelgt daar niet in. Het wordt niet iets wat je overmant of wat gaat overroelen. En dan zie je vaak dat er een andere kant verschijnt die de praktische vertaling maakt naar dat wat die andere kant bijvoorbeeld aangaf. Ik noem even één kant, maar dit gaat natuurlijk over meerdere emoties en kanten. Maar van zorg dat je niet op een automatische piloot terechtkomt waarbij je te weinig tijd naar je zin hebt voor de mensen en de dingen waar je van houdt, die je graag doet. Je verlangens. En maak de praktische doorvertaling om op te ruimen in je leven. Want door op te ruimen maak je ook automatisch meer ruimte. En natuurlijk kun je die gaan invullen met dingen die niet relevant zijn. Maar daar gaat natuurlijk over. Daar gaat essentialisme en volgens je essentie leven. Volgens je waarde leven natuurlijk ook over. En de praktische doorvertaling is echt best heel grappig. Want die zit hem in verschillende dingen. Die zit hem in dat ik nu al veel vaker dan dat ik eerder zou doen, omdat ik dan toch mijn werk voor zou laten gaan of andere praktische nuttige dingen die op mijn lijstje staan. Ik heb toch het contact met mijn moeder en met mijn zusje en mijn neefje en mijn nichtje en met mijn dochter. En dat zijn voor mij belangrijke mensen en vrienden voor laten gaan. Dat er wel een deel is in mij die zei, ja, maar je kunt nu dit en dat doen. Toch nee, ik ga eventjes even wat smoothies brengen naar mijn moeder. Eventjes gewoon langs. Of ik ga even bij de voetbalwedstrijd van mijn neefje kijken. En zo zondagmorgen dan voetbalt Aaron. En ik dacht, nou, dan kan ik dat en dat doen. Of dan ga ik nog even wat aan het werk. Of ik ga even dit doen. En toen dacht ik, nee. Nee, ik ga Luca vragen of hij zin heeft om samen met mij daar te gaan kijken. En dat is het. Maar dat niet alleen. Hè? Praktische doorvertaling betekent bijvoorbeeld ook, ik kijk heel erg naar mijn bedrijf en mijn huis. Ik vind dat ook leuk. Ik vind dat ook een uitdaging hoe dingen slimmer kunnen. Hoe ik routines in kan bouwen. Hoe ik dingen kan automatiseren. En toen dacht ik ook, ik ben best wel heel erg netjes in huis. Aaron ook. Maar je kunt het slimmer doen door goed te kijken naar wat is de essentie in je huis. En hoe minder spullen, of hoe misschien slimmer georganiseerd, hoe minder tijd je daaraan hoeft te besteden. Want dat is het ook, hè. Dat spullen ook aan de ene kant misschien ons wat geven, maar ook vaak veel kosten. Je moet het allemaal opruimen, bijhouden, onderhouden. Dus ik ben door mijn boekenkast gegaan. Dat heb ik al heel vaak gedaan hoor. Want als je mijn boeken bij elkaar zou houden, zou dit duizenden zijn. Godzijdank heb ik al heel lang een e-reader, zullen we maar zeggen. Maar dat ik dacht, oké, ik kijk naar mijn boekenkast en ik ga kijken welke boeken betekenen echt iets voor me. Ik heb ze allemaal gelezen, maar welke boeken mogen blijven staan omdat het me een goed gevoel geeft. Omdat ze een bepaald gevoel, een bepaalde periode in mijn leven vertegenwoordigen. Of iets nu vertegenwoordigen. En door criteria te stellen, dat gaat ook al heel erg over de essentie. Wat zijn je criteria? Als je zegt, nou, boeken die wel goed zijn, die hou ik. Dan kun je misschien voorstellen dat er misschien maar 2 boeken weggaan. Door het criteria of criterium aan te houden van als ik het zie, dan krijg ik daar een gevoel bij dat ik het echt wil houden. Omdat het een bijzonder boek is, omdat ik ervan heb genoten, omdat het me iets heeft gebracht, omdat het in een bepaalde fase in mijn leven was. En ik voel dat hij hier mag blijven. Hè? Zo is dat dan bijvoorbeeld voor mij criterium. Nou, door dat zo te doen, ik heb denk ik 40% van de boekenkast leeggeruimd.
En ik ga daar iemand die enorm van lezen houdt en ook heel erg van persoonlijke ontwikkelingsboeken heel erg een plezier mee doen. Want het zijn ook allemaal behoorlijk kostbare boeken. En dat geeft een goed gevoel. Het ruimt op wat daar staat. Dat betekent ook echt iets waar heel veel boeken dat ik dacht, ik weet niet eens meer waarover het gaat. En dat je daar iemand heel erg blij mee kan maken. En het is gewoon minder opruimen en schoonmaken. Dus dat gaat ook over de praktische doorvertaling. En ik gebruik nu mijn boekenkast, maar dat gaat over allerlei dingen. Ik heb al eerder jaren geleden met Alex Liapo, ik zal even een linkje neerzetten naar het interview wat we destijds hadden, ook gehad over dat ik die schoonmaak door mijn relaties had gedaan. Mijn relatie überhaupt. Maar op allerlei gebieden. Nog heel erg rigoureus. Daar ging ik echt met een bezem doorheen. Nou, van 3 meter lang of zo. Maar ja, dit proces gaat ook over je kastjes, letterlijk. Maar ook over inderdaad je relaties. Je taken. Je werkzaamheden. En ik kan je zeggen dat het enorm bevrijdend werkt, omdat je daarmee letterlijk en figuurlijk meer ruimte en tijd creëert. En dan is het natuurlijk zaak. Maar dat is volgens mij de essentie van bewust leven. Mooi hè, de essentie van bewust leven. Dat je dat dagelijks doet. Dat dat niet iets is van, dat doe ik 1 keer en is het klaar. Dat gaat niet. Dat gaat de hele dag over keuzes maken. Ja. Nou, dat eigenlijk. Ik ga stoppen. Want ik heb ook een regel voor mezelf, hoeveel tijd ik tussen de sessies wil laten zitten. Omdat dat voor mij best werkt. En voor de klanten uiteindelijk ook, denk ik. Dus die ga ik ook even eren. Nou, ik hoop dat je er iets aan had. En had je er iets aan, maar denk je, ja, maar ik wil dit eigenlijk ook wel. Dan kan ik me heel goed voorstellen. Dat zeggen de meeste mensen. Maar hoe? Hoe ga ik dit nu doen? Hoe ga ik dit nou vormgeven, het proces? Of wat gebruik jij daarvoor? Nou, ik gebruik daar bepaalde opdrachtjes. Klinkt een beetje zwaar en huiswerkachtig. Maar het gaat wel over het hebben van de juiste vragen. En een soort leidraad hebben wat jou de richting geeft om die criteria te bepalen. Om te kijken, wat is de essentie? Wat zijn dan die waarden? Hoe kun je dat dan doen? Nou, als je zegt van, ik ben iemand die het leuk vindt om te gaan zitten en na te denken. Heel veel mensen houden van boekjes. Die nemen ze vaak mee. Zelfs van die arceerstiften of verschillende kleuren pennen of met tekeningetjes erbij. En noem het allemaal maar op. Hè. Als dat iets is wat jij leuk vindt om bezig te zijn met persoonlijke groei en ontwikkeling, dan raad ik het je aan. Anders niet. Want anders wordt het, als je daar helemaal niet van houdt en niet om jezelf vragen te stellen of dingen op te schrijven of je tijd voor in te ruimen, als je daar gewoon helemaal niks aan vindt, dan is het naar mijn idee over het algemeen beter om gewoon een 1-op-1 coaching bij mij of iemand anders te doen. Dat werkt dan een stuk makkelijker. Maar dan moet je het niet doen. Maar als je er wel van houdt, dan zou ik echt heel erg mijn online programma Wie ben je werkelijk en wat wil je echt aanraden. Dat is ook niet 1 programma die je 1 keer doet. Maar er zitten gewoon tools en handvatten in die je keer op keer kunt gebruiken. Die ik dus zelf ook gebruik. En als je zegt van oké, maar ik vind een programma van een paar weken. Want het is gewoon een proces. Hè? Niet dat je elke dag ermee bezig bent. Maar het is gewoon een proces. Ook een nadenkproces. Dan kun je beter de cursus. Als je niet weet wat je wil bepalen, eerst je richting doen. Die is gewoon veel korter. Dat is een beetje de samenvatting van het online programma. Het geeft je handvatten. Het geeft je richting en hulpmiddelen om dit te doen, wat ik dus zelf ook aan het doen ben. En wat dus, als ik weer terug ga naar het begin van deze podcast, ook is wat emoties als functie hebben. En emoties die koppel je vaak aan kanten van jezelf. Hè? En dat je merkt dat als je daar naar leert te luisteren bewust, ja, natuurlijk is het helemaal even niet fijn. Maar je merkt dat je dan wel sneller weer, zoals sommige mensen dat noemen, in je kracht komt. Of sneller weer positief gestemd bent. En het geeft echt een gevoel van betekenis en regie. Niet alleen maar van deze periode heeft me gewoon verdriet gebracht en heeft me nog bewuster gemaakt van sterfelijkheid. Hè? Dat kan zijn dat je juist wat banger gaat maken of dat je daardoor minder positief kunt zijn. Dat is maar net hoe je ernaar kijkt. Ik denk, ja, ze leven allebei nog. Dus ik heb juist meer een positieve mindset daarover en de kracht en de veerkracht van een lichaam en een geest. Maar sommige mensen worden daardoor gewoon wat angstiger of wat wiebeliger.
En door daarnaar te luisteren, door de ruimte aan te geven en de praktische doorvertaling te maken, zul je merken dat dit soort emoties, periodes en kanten betekenis hebben. En dat het je juist richting geeft. Ja, dat was hem. Ik zet de benodigde linkjes allemaal wel even bij deze podcast of de video. Ik weet niet hoe je dit bekijkt of luistert. Mocht je nog advies nodig hebben van wat is nou het handigst voor mij om te gaan doen in mijn situatie, dan mail me even. Het duurt meestal wel een paar dagen voordat ik antwoord geef, maar dan help ik je gewoon even verder op weg. Ik wens je een hele mooie dag. Heel graag tot de volgende podcast. En laat wat van je horen als je iets had aan deze podcast.